De Poëzieweek is donderdag officieel van start gegaan in de gemeente Heumen. Dorpsdichter Marjolein Piek trapte de feestelijke week samen met wethouder Frank Eetgerink af bij de Maldense Markt. Dit jaar staat de Poëzieweek volledig in het teken van vrijheid. Ik vind het een fantastische opening. Het is een initiatief wat mij betreft vaker mag voorkomen. Het is prima dat het nu zo gestart is. En wat mij betreft een hele goede. We mogen nog wat meer publiek natuurlijk werven. Maar poëzie is natuurlijk altijd voor de happy few. Dus we zullen ons best moeten doen om dat verder uit te dragen en hier meer publiek te krijgen de volgende keer. Het begin van een mooie traditie, denk ik. Vrijheid is iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar wat het niet is. Dus je moet steeds erover na blijven denken. Wat is vrijheid? En dat is iets, dat is een plicht die wij hebben ten opzichte van de mensen om ons heen. En zeker als politicus heb je de plicht om mensen eraan te herinneren dat het komt niet vanzelf. Je moet vrijheid maken, je moet het blijven maken. Het is niet 75 jaar geleden gebeurd. Nee, het is nu. Het blijft nu steeds actueel. En dat is de boodschap van vrijheid. Poëzie is bedoeld voor iedereen. Toch blijkt het onderwerp vaak interessant voor maar een bescheiden groep mensen. En daar moet volgens dorpsdichter Marjolein Pieks verandering in komen. Want als je bedenkt dat poëzie in ongeveer al onze spreekwoorden en gezegden zit. Poëzie wordt in de politiek, bij debatten en speeches heel veel gebruikt. Ook voor de klas. Het zijn de vergelijkingen en de metaforen waardoor wij onze meningen kunnen uiten. Hè? Dus poëzie is eigenlijk ongemerkt overal. En ik denk dat we daar mensen nog wel wat bewuster van mogen maken. Met poëzie kun je alle kanten op. Je hoeft niet zomaar te gaan staan op een podiumpje zo, of op een zolderkamertje. Je kunt poëzie stiekem plakken. En je kunt ook de marktkoopvrouw of marktkoopman uit gaan hangen. Je kunt de vrijheid nemen om je mening te verkondigen. Gevoelens die je voor je houdt, voor de lieve vrede. Daarvoor kun je ook de vrijheid nemen om die eindelijk eens op te schrijven. Kun je niet schrijven, kun je de vrijheid nemen om te gaan rappen. Kun je niet rappen, kun je de vrijheid nemen om gewoon iets te orakelen. Of gewoon even anders in gesprek te gaan met mensen.